Periodista René Swart, ha hecho una entrevista contigo con el ministro Plasterk. Su primera pregunta está si está Wakers lo hacía investigación aquí o si está CFTI. Er is besloten door de MP's van bij landen en door mij en de minister van Financiën van Aruba om een onderzoek op korte termijn te laten doen om nog eens goed naar de begroting van Aruba te kijken. Daarover al op korte termijn te rapporteren. Mm-hmm. En waarbij dat het beste zou kunnen worden ingericht in de vorm van door onderzoekers van een organisatie die wel vaker dit soort onderzoek doet, te denken valt aan het CFT. Senhor Zwarta Sigi Puntra cita CFT Loasi Terbouw de Investigation. Maar begrijp ik goed dat het CFT, de mensen van het CFT, het secretariaat gaan vormen, het team gaan vormen? Uit die kring zullen we mensen vragen om dit te doen, ja. En wie zijn dan wij? Doet u dat gezamenlijk? Bij de regering, zoals ik heb gezegd. Hoe verklaart u de reuzensprong die nogal wat lenigheid vergt om van artikel 43 over te stappen naar artikel 36? Zeg maar, van onder curatele stellen naar iets op vrijwillige basis afspreken. We hebben gezamenlijk deze week erover gesproken en geconcludeerd dat dit een goede manier is om het te doen. Overigens ook nog, u heeft de persverklaring gezien, nog eens weergegeven dat de regering van Aruba op heel veel terreinen goede vorderingen maakt, economisch, sociaal-economisch. En dat het goed is om nog eens een keer op de korte termijn naar die begroting te kijken, daarover binnen 2 weken te rapporteren, inclusief adviezen voor de langere termijn. Over die kwestie die firma di Sua Excellenza Governador Plasterk explica, cita a base di instruzione alla SOSD of cita voor die proprio gabinete di governador. Dan de kwestie van de gouverneur, die heeft de begroting nog niet getekend op instructie van Den Haag. Is die instructie nu ingetrokken? Dat was ook niet op instructie van Den Haag, dat is zijn eigen positie en ook zijn eigen oordeel. En betekent dat het akkoord dat er nu is, dat gisteren aangesloten is, betekent dat hij de begroting wel kan tekenen? Nou, dat is in principe aan hem. Dus, maar u ziet niets in de weg staan om dat nu af te ronden? Nee, we gaan nu op zeer korte termijn het verslag tegemoet zien van die quick scan die er wordt gemaakt over de begroting. En kan het proces verder. Finalmente René Swart, periodista, quasi intervistato, questiona cu' gobierno di Reino t'ammette cu' assunto di cada país esta e manejo financiero. Da onde Plasterk t'avisa, questa che sosode a base di un accordo cu' tin entre ambos gobierno di Hollanda e di Aruba. Artikel 43 voorziet in mensenrechten, rechtszekerheid en wat is de duidelijkheid van bestuur? Ja, zeker. Financieel beleid is een autonome aangelegenheid van de landen. En zo is dat. Is het dan niet raar dat Nederland, zeker de Rijksministerraad, zich zo nadrukkelijk bemoeit met het financiële beleid van een autonoom land? U heeft me ook niet over artikel 43 gehoord van het statuut, want dat doelt u. Ja. Ja. Nee, maar goed, dit is een gezamenlijk besluit van de beide regeringen. U bent zelf begonnen over artikel 43, want u heeft een week of 3 geleden in een brief aan de Kamer gesproken over een mogelijke aanwijzing. Dat kan alleen op basis van artikel 43. Ja, maar goed, het gezamenlijk besluit nu is om het op deze manier in te richten. Dus dat verhaal is eigenlijk gewoon van tafel. Is achterhaald door de afspraak die nu gemaakt is. Zo is dat. De afspraken die nu zijn gemaakt, vinden we van beide kanten verstandige afspraken. Is het informatie aan de sting de declaratie van de minister Plasterk. Ruben Trappenberg, Partele Notizia.